Het vierde Baba en Mai monument is gisteren onthuld op het Lalaroekplein te Nieuw-Amsterdam, Kommewijnen. Het monument is door de Stichting Hindoestaanse Immigratie naar Kommewijnen gebracht. Op 5 juni herdenkt de Surinaamse gemeenschap 146 jaar Hindoestaanse immigratie. Ajay Kali, districtscommissaris van Kommewijnen, gaf aan dat met de onthulling van dit monument invulling is gegeven aan het verzoek van de nazaten die in dit district wonen. De burgervader vindt het monument een mooi geschenk van de stichting. Samen met de Lalaroekboot maakt het Baba en Mai monument deel uit van het Lalaroekplein dat naast het commissariaat staat. Als nazaten is het ons plicht om onze voorouders die zoveel hebben getrotseerd een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van ons land op gepaste wijze te gedenken. Met de onthulling van Baba en Mai monument in Kommewijnen kunnen wij allen ervan verzekerd zijn van dat onze voorouders nu meer dan ooit in het district Kommewijnen op een waardige wijze zullen worden geëerd. De jeugd en de jongeren zullen hierdoor meer geprikkeld worden, geïnteresseerd zijn om in de geschiedenis van de immigranten in te duiken. Wij zullen jaarlijks getuigen zijn van de vele mala's en bloemen die hier als blijk van waardering zullen worden geplaatst door de nakomelingen. Vanaf het moment dat de immigranten voet aan wal hebben gezet in Suriname, was er een hechte eenheid onder die groep mensen, zegt Shabir Isaak, voorzitter van de Stichting Hindoestaanse Immigratie. Volgens vicepresident Ashwin Nadin hebben de Surinaamse bevolking en de nazaten veel te danken aan Jagannath Lachman. Hij pleitte altijd ervoor dat er geen spanning tussen de groepen moest zijn, maar juist verbroedering, zegt Adin. Dankzij de leiders toen hebben gezorgd dat er eenheid was en is nog steeds. En ik hoef niet naar binnenland te gaan om de eenheid te vormen. Brasa, de Stichting Hindoestaanse Migratie weet dat er eenheid was, is en er zal blijven bestaan. Maar dat u weet is dat de Hindoestanen overal geïntegreerd zijn. Bedrijfsleven, politiek, sociaal-maatschappelijk. Maar we zijn heel dankbaar aan die culturele organisaties die in stand houden en vandaag herdenken van aan al die personen waarvoor wij dankbaar zijn. Dus u als stichting en in het bijzonder de heer Isaak zijn wij heel dankbaar voor zijn hele leven dat hij geofferd heeft voor het werk van onze voorouders. En Jab, ik plakkaat Rahawa. Er is een plakkaat dat daar is van Baba. Weet u wat erop staat? En dat soms denken we, zijn wij zoveel veranderd ten opzichte van onze voorouders? Tot zover vicepresident Ashwin Adin en daarvoor Shabir Isaak, voorzitter van de Stichting Hindoestaanse Immigratie. Ze spraken gisteren bij de onthulling van het vierde Baba en Mai monument te Nieuw-Amsterdam in het district Kommewijnen.